De samenvatting van UNA OS 20 wordt mede mogelijk gemaakt door de supportersvereniging van UNA. Een groot verschil tussen beide ploegen op de ranglijst UNA. 2 puntjes uit de eerste 4 wedstrijden. OS koploper met 10 punten en bovendien 15 keer gescoord. In de opstelling zien we 1 wijziging in de goal. Martinez geblesseerd, zijn vervanger Yannick Deriks. En die keert juist weer terug van een blessure. Hij brak in de voorbereiding een pink. Van de verschillen op de ranglijst was in de openingsfase en zeker in de eerste helft weinig te merken, want UNA was veruit de bovenliggende partij. Weer een goede actie van Teun Willems en dat levert vroeg in de wedstrijd een hoekschop op voor UNA. Tielemans neemt hem, kopbal van Niek van Boekel. Die wordt gered op de lijn en ook in tweede instantie kan de verdediging van OS die bal wegwerken. Even balbezit voor OS, maar UNA kan meteen overnemen. Snelle Mart van de Gevel is erdoor, wordt neergelegd door Joep Engelen. En die mag de scheidsrechter danken dat hij slechts geel krijgt. Protesten van UNA. Vrije trap staat dan nog wel voor specialist Lex van Dijk, maar keeper Rick van der Leest bokst die bal eruit. Dit is de enige kans van OS in de eerste helft. De bal komt hier vanaf de zijkant voor de voeten van Tom Pijnenburg. En zijn schot gaat niet ver langs de goal van Yannick Deriks. Aderlating voor UNA als Teun Willems geblesseerd moet afhaken. Zijn vervanger Rob van Boekel. UNA blijft op jacht gaan naar de openingstreffer met soms fraaie aanvallen. Louis Benjacht legt hem terug op Thomas Horsten. Weer een verdediger met een beentje ertussen. Brian Bogers dan nog. Maar ook hij vindt een verdediger op zijn weg. Corner weer voor UNA. Weer Tielemans achter de bal. Kopbal van Mart van de Gevel op de bovenkant van de lat. Het zit UNA dan ook niet mee. Het blijft nog altijd 0-0. Rob van Boekel hier. Lange bal van Lex van Dijk op Mart van de Gevel die zijn snelheid goed kon gebruiken. Alleen op de keeper. Hij schuift de bal naast de goal van Van der Leest. UNA veel kansen, maar de ruststand is 0-0. Als steeds meer mensen zich melden langs de lijn en natuurlijk ook voor het bierfeest na de wedstrijd. OS grijpt in de rust met 2 wissels met onder meer aanvaller Tim Waterink. En die krijgt hier ook de bal. Omspeelt Yannick Deriks. Vanuit een moeilijke hoek zorgt hij voor 0-1. UNA maakte in de eerste helft de kansen niet af. OS doet dat in de tweede helft wel. Waterink slaat genadeloos toe. UNA even van slag. En OS kan er opnieuw uit op de linkerkant. Voorzet komt hier opnieuw bij Waterink. En met een heerlijke volley maakt hij 0-2. Fraaie goal. OS maakt de kansen en UNA niet. Maar de 0-2 is ook het sein voor Gert de Min om Jelle Schijvenaars te brengen. En dat heeft succes. OS krijgt hier de bal niet weg. Schijvenaars legt hem terug op Van Boekel. Voorzet. Nee, het is geen voorzet. Het is een schot en die gaat bij de tweede paal binnen. Snelle 1-2. Direct na de 0-2 is het 1-2. Wellicht toch een voorzet, maar hij valt binnen en UNA is weer in de race. Hoekschop dan voor UNA. Al komt hier bij Lex van Dijk en zijn inzet gaat een metertje naast de goal van OS 20. We zitten dan in de blessuretijd als ook Yannick Deriks mee naar voren gaat. Vrije trap van Van Dijk. Keeper denkt hem te hebben, maar laat los. En dan is het Yannick Deriks, notabene de keeper van UNA, die voor 2-2 zorgt. OS protesteert nog, maar de scheidsrechter keurt de goal van Yannick Deriks goed. Zijn eerste in zijn carrière. Ja, en in een wedstrijd nog nooit, dus om training soms wel, maar in een wedstrijd hebben we nog nooit gescoord. Het is natuurlijk mooi om mee te maken. Het mooiste zou natuurlijk een winnend doelpunt zijn en de nul te houden. Maar ja, dit is natuurlijk ook fantastisch. Dat we hier toch nog een punt uitslepen wat dik en dik verdiend is in mijn ogen. Ja, die eerste helft kans na kans, wat denk je dan als jij aan de andere kant staat in de goal? Ja, dat is natuurlijk balen, maar wij moeten het achterin dicht houden. En ja, dat doelpunt gaat toch wel vallen. Als je onze kwaliteiten kent, we hebben jongens die doelpunten kunnen maken. En ja, dat zie je ook altijd wel terug dat wij toch doelpunten kunnen maken. Ja, 3 punten na 5 wedstrijden is natuurlijk niet de start die UNA wil. Maar als je het spel vandaag ziet, zie je wel dat er speltechnisch veel stappen gemaakt worden. Ja, zeker. Dat is weer het oude UNA zoals ik het UNA van vorig jaar ken. Zeker voor de winterstop. Aanvallend voetbal. Ja, een keeper wat eigenlijk weinig te doen krijgt.
En dat is mooi om te zien. De wil om te winnen is er zeker weer bij de jongens. Is er eigenlijk altijd geweest, maar nu kwam het ook echt naar buiten toe. Ik denk dat de supporters wel wel genoten hebben van een goed voetballend UNA, de eerste helft zeker. Ja, het licht achter jou gaat uit, maar volgens mij is het in de kantine nog wel even aan. Hè? Ja, dat is een feestje, bierfeest. Dus ik hoop dat we er met z'n allen een mooi feestje van kunnen maken.